Beste kijkers, welkom bij mijn dagelijkse videocoaching over de dagkaart van de Ajax en de DAX en straks een derde tip. Te beginnen met de Ajax. De slotkoers van 19.91 laat zien dat met een klein wit kenneltje de Bulls opnieuw wat terrein hebben gewonnen in swing plus 6 en de RSI weer heel dicht bij de OB-lijn. Het gaat dus goed met de bullenparade, al een flink aantal dagen netjes opwaarts, elke keer een mooi wit kenneltje, maar wel een toenemende afstand, een groeiende afstand beter gezegd, met de SMA-lijn. En dat vergroot gewoon de kans op aanstaande topvorming. Maar goed, u weet, niet eerder dan bij een zwarte candle, en het zou mooi zijn als dat bij swing plus 9 het geval is, dan gaan we waarschijnlijk toppen en corrigeren. Geen rode strepen in de buurt, dus wat dat betreft houden de Bulls nog eventjes vrij spel. En onder in het veld ligt pas de eerste groene streep op, onder de SMA-lijn. Dus wat dat betreft hebben beer en stier aardig wat speelruimte. En is het speelveld best wel goed. Nogmaals, ook voor beren tikken, maar dat is van later zorg. We gaan nu bekijken of de Bulls nog een paar streepjes erbij kunnen zetten om dan plaats te gaan maken voor een niet meer dan gezonde correctie. Die dan overigens kan aanhouden tot de 800 of misschien iets lager. Daar dan weer een hogere bodem, dat betekent dan weer nieuwe longkansen. Dat is allemaal van latere zorg. Nogmaals, voor nu bezien of de Bulls nog eventjes door kunnen bijten met meer witte candles richting swing plus 9. En dat impliceert dat als er turbo-posities uitstaan, turbo-longposities, dat die nog steeds mogen worden aangehouden, want er zijn geen signalen van topvorming en dus ook nog geen indicaties van exit long. We gaan eens kijken hoe het bij de DAX is. Heel klein minnetje vandaag. En daar zien we dezelfde configuratie, namelijk licht opstomend met leuke kleine witte kenneltjes. En hier hebben we nog wel de rode zone in beeld, de rode strepen op afgerond 17.000. En ik herhaal mijn commentaren van de afgelopen dagen. Wat gaan de Bulls doen bij 17.000? Het is keren of passeren al daar. De eerstvolgende zwarte candle tegen die rode zone, dat is wel degelijk een indicatie van topvorming. En dat mag aanleiding zijn om uit hoofde van money management toch de turbo long posities die uitstaan wat te gaan verkleinen. Je mag de chart gebruiken, de candlestick gebruiken beter gezegd, met zijn kleur om met de kaarschaaf over posities heen te gaan. Ook al heb je nog geen bevestiging van een exit long vanuit de indicatoren. Mocht het allemaal uitblijven, gaat het lukken om die rode zone te slechten, dan hebben we exact hetzelfde plaatje als bij de Ajax, namelijk nog meer opwaarts potentieel zonder beren op de weg. Dus keren of passeren voor de Bulls bij 17.000, dat is het motto voor de DAX-spelers. En dan neem ik u voor de derde overweging mee naar de dagkaart van ASMI. ASML International, ASM International. En dan kunnen we vaststellen dat daar ook het motto geldt: lichte correctie, eventjes dippen, in dit geval naar 4,95, om daar dan weer nieuwe koopkansen aangereikt te krijgen. We zitten inmiddels voor de 16e achtereenvolgende dag in het groen wat betreft de DBS-indicator. En daar kan morgen bij deze lichte teruggang verandering in komen met een kleine min 1 stand op de swingteller. En dat zou dan de correctie bevestigen. En dat zou dan ook topvorming bij 5,37 bevestigen. Nu het eerste rode streepje boven in het veld. Dus een rondje winstnemingen, even wat gas terugnemen, even een extra aanloopje, geef het een leuke benaming. De trend als zodanig komt nog lang niet in gevaar, dat is pas bij 4,68 het geval. Maar ik verwacht dat de Bulls veel eerder terugkomen. Nogmaals, bodemvorming bij 4,95 zou min of meer de ideale plek zijn om daar uit hoofde van het motto oude weerstand wordt nieuwe steun, een nieuwe bodem aangereikt te krijgen en daarmee dus weer nieuwe koopkansen. Eerst even bezien of de beren nog wat verder door kunnen met de correctiebeweging. Nogmaals eventjes dippen naar 4,95 op de dagkaart van ASMI. Ik wens u een prettige avond.